Welkom bij Proefjes met Rob. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze Kindergarten at Home. Deze keer gaan we proefjes doen. Mijn naam is Rob en ik ga je laten zien hoe je regenboogwater maakt. Wat heb je daarvoor nodig? Heel simpel, warm water, 6 bekers, 7 lepels, voedingskleurstof in deze tubetjes en een maatbeker of iets anders waar je uiteindelijk het regenboogwater in kan doen. En natuurlijk, ook niet onbelangrijk, suiker. Ik ga je laten zien hoe het moet. Krijg je mee? Oké. Wacht. Oké. Het eerste wat je altijd doet als je proefjes gaat doen is natuurlijk even je mouwen opstropen. Oké, wat we nu gaan doen, wil ik aan jou vragen, Dylan, of jij in ieder geval deze bekers met water wil vullen. De volgende stap is het toevoegen van de voedingskleurstof. Die heeft Dylan hier in zijn hand. We gaan eerst maar eens beginnen met de makkelijkste kleuren. Dat is rood, geel en natuurlijk blauw. Als de kleurstof er eenmaal in zit, dan drijft het meteen naar de bodem van de beker. Dus wat je moet doen om ervoor te zorgen dat het hele water het kleurtje krijgt, is roeren met de lepel. We hebben nu de basiskleuren gemaakt. Rood, geel en blauw. Maar een regenboog heeft nog 3 andere kleuren. Paars, groen en oranje. Om paars te maken, meng je veel rood met een klein beetje blauw. Om groen te maken, meng je geel en blauw. Gebruik van allebei evenveel. Om oranje te maken, meng je geel en rood van allebei evenveel. We zijn nog niet klaar, want al deze kleuren willen wij namelijk in 1 maatbeker gaan gieten. En dan ook zo op zo'n manier dat je, als het goed is, alle 6 ook kunt zien. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door aan elke beker suiker toe te voegen. We beginnen met de beker waar de minste suiker in gaat en dat is rood. In rood gaat zo meteen 1/2 schepje suiker. Komt er in de oranje beker 1 schepje suiker. In geel doe je er 2, groen 4, blauw 8 en in paars hou je vast 16 schepjes. Merk je hoe het werkt? In elke gaat er 2 keer zoveel. Goed roeren! En zorg dat alle suiker is opgelost. Bij paars zal dat heel moeilijk gaan omdat je zo verschrikkelijk veel erin gooit. Maar probeer dat zo goed mogelijk op te lossen. Dan gaan we maar beginnen. De laatste stap is de spannendste stap. Want nu gaan we kijken of het ook echt gelukt is. We beginnen met het water waar de meeste suiker in zat. En dat is natuurlijk... Paars. Paars, inderdaad. Heel goed. Dat is de allermakkelijkste, want... Het enige wat je daarmee hoeft te doen is natuurlijk eerst de lepel eruit halen. En vervolgens giet je gewoon de inhoud van de paarse beker in. Nu lijkt het meer paars. Vervolgens komt. Blauw. Nu moet je het heel voorzichtig gaan doen. Je moet hem nu niet meer er in één keer ingieten, want dan kan het namelijk alsnog gaan mengen. Je wil dat elk kleurtje bovenop de andere komt te drijven. Dus wat je doet, je pakt een lepel. Hans is om dit met z'n tweeën te doen. Dus ik wil jou vragen, Sam, om deze lepel even zo te vast te houden. Dat die eigenlijk, als je het goed kan zien, we houden hem even iets omhoog. Zit de lepel dus bijna tegen het water aan de onderkant aan. En via de lepel giet je elke kleur erin. Nog even een tip tussendoor. Giet het eerst over in een kan, zo knoei je minder. Herhaal deze stappen ook voor groen, geel, oranje en als laatste rood. Dan zal de kan vol zijn. En soms te vol. Nou, je ziet het. Hij is heel erg goed gelukt deze keer. Van paars tot en met een beetje gelig aan de bovenkant. Rood kan je helaas niet heel goed zien, want dat lekte er weer uit. Maar dit is dus het resultaat van regenboogwater. Het zwaarste water waar het meeste suiker in zit, is op de bodem. En het lichtste water met het minste suiker zit aan de bovenkant. Nou, dit was het filmpje regenboogwater maken. Ik hoop dat je het leuk vond. Het smaakt zoals je ziet wel erg zoet, dus neem er niet te veel van, want het is wel slecht voor je tanden. Dankjewel voor het kijken, doe zeker even een duimpje omhoog en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Oh.